Ten eerste proficiat als winnaar van de Dressers Award. Vertel eens, wat heeft jou geïnspireerd, wat heeft jou gedreven om dat weer eens te winnen? Misschien daarmee beginnen. Ik denk dat we niet specifiek zijn gaan shooten om te winnen. We hebben gewoon een hele mooie collectieshoot gedaan, want dat is voor mij belangrijker. Met het oog op januari academie gericht en ook een nieuwe boek uit te brengen. Ja, toevallig is dat een hele mooie collectie en die foto's zijn fantastisch mooi en daardoor hebben we weer gewonnen natuurlijk. Hè. Het gaat niet specifiek, wij shooten wel naar de Hairdresser Award toe, maar wel met de instelling om die later als collectie te kunnen gebruiken. En dat is een hele mooie collectie geworden. Waar zitten we nu voor het ogenblik in de coiffure? Ik heb heel veel textuur gezien, ik heb toch ook veel snit gezien, ik heb ook veel kleuren gezien. Waar gaan wij een beetje naartoe? Want ik heb het gevoel dat het een beetje chaos is, dus moet je zelf je trends bepalen. Waar ga jij naartoe? Oh, ik speel vooral in op wat ik natuurlijk met mijn werk mee geconfronteerd word, dat is de ontwerpers, de modeontwerpers. Er is heel veel ethisch geweest, jaren 80, pantervlekken, epauletten, allemaal teruggekomen. We hebben daar ons visie van gemaakt en we hebben een mix, een shake gebracht van punk, rock, glam, Sex Pistols meet Pretenders. En ja, dat is vanavond, denk vandaag, vanmorgen. Ja, sorry, ik heb nog niet geslapen, want we hebben gisteren doorgewerkt op de beurs. Ja, dat is een hele mooie mix geworden en dat heb je vandaag gezien. Wat inspireert jou nog na al die jaren? Want jij bent al een tijdje bezig. Wat geeft je het meest voldoening en waar je mee bezig bent elke dag? Goh, ik denk, we zijn nu onlangs begonnen met een nieuwe slogan. We don't cut, we improve. En dat wil zeggen dat we continu willen verbeteren en verbeteren. En als je stopt, kan je niet verbeteren. En mijn drang is... Ik ben nooit niet gedreven om een award te winnen of inderdaad. Ik vind het gewoon heel belangrijk. Ik zeg dat tegen mijn kinderen ook. Wat dat je doet, je moet de beste zijn. En dat is een heel mooie instelling. Wel, je bent de beste vandaag, Tony. Gefeliciteerd, dankjewel. Dank je.